Hallo, mijn naam is Tom van den Nieuwenhuizen en dit is mijn derde vlog voor gay.nl. En ik wil het vandaag met jullie over iets heel anders hebben. Komende woensdag is het referendum over het associatieakkoord met Oekraïne. 6 april, ga dus vooral stemmen. Maar de vraag is, wat ga je dan stemmen? Ga je voorstemmen of ga je tegenstemmen? Of misschien weet je het wel helemaal niet en stem je blanco of stem je helemaal niet? Ik wil je vandaag in ieder geval meenemen in wat dit akkoord betekent voor de Oekraïense LHBT-gemeenschap. Want deze gemeenschap heeft de steun van Europa keihard nodig. De afgelopen decennia is de positie van de LHBT-gemeenschap gedecimeerd en gepolariseerd door de media die op dit moment vooral pro-Russisch zijn. De Russische invloeden in deze media zorgen ervoor dat de LHBT-gemeenschap wordt aangewezen als ongeveer de oorzaak van alle problemen die dat er zijn. En dat is natuurlijk stigmatiserend, maar ook een beeld waartegen een hele gemeenschap zich niet kan verzetten. En waarom kunnen ze zich niet verzetten? Omdat er gewoon geen wetgeving is om deze mensen te beschermen. Maar dat verandert. Een aantal jaren geleden waren er stevige rellen en stevige demonstraties in Oekraïne om een meer pro-Europese koers te kunnen voeren. Daardoor is er een nieuwe regering gekomen en ja, dat heeft ook gezorgd voor onrust in het land. Maar deze pro-Europese koers die aangeeft welke toekomst dat de mensen in Oekraïne in grote meerderheid willen voor hun land, biedt heel veel steun en hoop voor de Oekraïense LHBT-gemeenschap. Deze gemeenschap heeft namelijk die ene steunpilaar nodig. Europa staat voor mensenrechten. Europa staat voor gelijke behandeling van iedereen. Ook van mensen met een andere seksuele gerichtheid. En ja, er gaat nog heel veel fout. En ook in Europa hebben we nog heel veel te doen. Maar voor Oekraïne is dit een steen waarop ze kunnen bouwen. Een pilaar die ze nodig hebben. Een steun die deze hele gemeenschap nodig heeft om voor haar eigen rechten op te komen. En langzaamaan zien we ook al de veranderingen die dit verdrag met zich meebrengt. Want in aanloop naar dit verdrag is Oekraïne al bezig om te zorgen dat nieuwe wetten in lijn zijn met het verdrag. Zo heeft de LHBT-gemeenschap voor het eerst een gay pride mogen organiseren. Niet alleen goedgekeurd door de overheid, maar de LHBT-gemeenschap, de deelnemers aan de pride, werden beschermd door de politie. Beschermd tegen extreem rechts en beschermd tegen de hooligans die dat hen daar gewelddadig wilden aanvallen. En dat is een hele kentering in het beleid en de manier waarop ze zich laten zien aan de wereld, maar ook de manier waarop de LHBT-gemeenschap zich kan laten zien aan het land zelf, ten opzichte van jaren geleden. Want een aantal jaren geleden werd het nog verboden en werden LHBT'ers gewoon nog gewelddadig aangevallen. En die aanvallen die zijn er nog steeds. Maar op dit moment voelt de gemeenschap zich gesteund door de regering. Gesteund door de politie en gesteund door een rechtsstaat. Een rechtsstaat die er is gekomen dankzij de onderhandelingen met Europa. Dankzij de wijzigingen in het beleid en de meer pro-Europese koers die Oekraïne is gaan varen in aanloop naar dit verdrag. Nou hebben ongeveer alle landen in Europa dit verdrag reeds geratificeerd. Maar in Nederland hebben we een referendum. En in dit referendum kun je ja zeggen of nee. En dat is een moeilijke keuze. Want ja, waar zeg je dan allemaal ja tegen? Je zegt ja tegen handel, maar ook tegen een heel scala aan andere zaken die in dit verdrag geregeld zijn. Ik geloof dat je je ogen niet mag sluiten voor de mensenrechten. Ik geloof dat je je ogen niet mag sluiten voor de LHBT-gemeenschap in Oekraïne. Dat je ze niet mag overleveren aan Rusland en aan de Russische invloeden die wel heel erg stevig zijn in Oekraïne. Oekraïne heeft gekozen voor een pro-Europese koers. Oekraïne heeft gekozen voor mensenrechten, voor een rechtsstaat. Voor stapje voor stapje toegroeien naar onze waarden en onze normen. Dit akkoord is wat zij nodig hebben om die koers door te zetten. Ik pleit dus als Mr. Gay Nederland 2015 voor een ja voor Oekraïne, een ja voor de Oekraïense LHBT-gemeenschap en een ja-stem op 6 april 2016 tijdens het referendum. Wil je meer lezen? Ga dan naar rainbowvote.nl, want daar staat nog heel veel meer informatie over wat dit verdrag nou precies betekent voor die gemeenschap. En zorg dat je je inleest, zorg vooral dat je gaat stemmen en ik hoop dat de Oekraïense LHBT-gemeenschap op jouw stem mag rekenen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Discussieer, reageer, stuur me een bericht, want ik ga graag met je het gesprek aan
over wat dit verdrag betekent voor de Oekraïense LHBT-gemeenschap en waarom jouw ja-stem zo hard nodig is. Dank jullie wel en tot de volgende keer.